Meneer Bekkers. Hallo. Hoi. Goedemiddag. Goedemiddag. Gaat het allemaal goed? Ja, prima. Ja? Ja, het weer is goed. We genieten ervan. Maar dat is hier in de keuken dus? Dat is hier in de keuken, hier op deze plek. En daar zit bisschop Bekkers. Ja. Uw oom. Dat klopt, Heron. Die kwam hier heel vaak? Toentertijd wel. En wat voor man was dat nou? Ja, wat was dat voor man? Hoe hebben wij het eigenlijk ervaren? Het is dan een broer van mijn vader, maar hij was echt familiair. Familiemens. Een warme mens. Ja, een warme mens. Als wij buitenuit op de zandwegen en langs de boerderijen, langs de mensen, waar we langs kwamen, even stoppen, een praatje maken met de mensen die er woonden en even goeiedag zeggen. En dat was eigenlijk altijd leuk. Dan kon hij de bos even vergeten, even. Ja. He, dus dat hij echt hier in de natuur zijn gang kon gaan. Hoe bemind hij zich daarmee gemaakt heeft, bleek toen duizenden en nog eens duizenden na zijn overlijden zich opstelden bij het bisschoppelijk paleis om langs het stoffelijk overschot van de bisschop te kunnen defileren. Bisschop Bekkers sterft jong. Hij wordt maar 58 jaar. Als hij naar zijn geboortedorp Sint Oederode wordt teruggebracht, wordt de uitvaart live uitgezonden op tv. Een unieke gebeurtenis die bijna als een speelfilm in beeld wordt gebracht. Zijn er nog dingen bewaard gebleven van de bisschop? Jazeker. Ja? De meter, handschoenen, muiltjes. Wow. Dat is een echte schat. Alleen die doos al, hè, is al mooi. Ja. Prachtig zeg. Allemaal van die geliefde bisschop. Ja, ja. Komen er nog steeds veel mensen naar het graf toe? Vrij regelmatig. Echt nog steeds? Ja. De mensen houden nog steeds van hem? Ja. Ja. Het is toch ook niet te geloven? Dit zijn gewoon zijn schoenen? Ja. Wat heeft indruk gemaakt op u toen? Weet u dat nog? Nou, dan denk ik nog steeds terug toen we uit Sint-Jan gingen. Dus dat hij uit de kerk gedragen werd. En dat er toen gezongen werd van niemand leeft voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. En als ik dat nou nog hoor, dan denk ik er nog aan terug. Het emotioneert u nog steeds? Ja. Ja, dat heeft me eigenlijk diepe indruk heeft hij gemaakt. En we worden hier ook bijna bij elke uitvaart wordt dat gezongen. Daarom zeg ik ook, dat biedt aan echt troost. Zonder meer gewoon dat je de samenleving met elkaar en dat je het samen beleeft.